beste kinderen. Hier een vlog van Piet Antonio vanuit de kasteeltuinen in Spanje. U ziet het, mooi lekker weer nog in Spanje. En ik denk, ik ga eens even contact leggen met die lieve kinderen in Nederland. Ik heb met mij meegenomen de mooie sleutel van een van de gebouwen bij het kasteel van Sint-Nicolaas. En ik wil jullie een kijkje geven hier in het kasteel, zodat jullie een beetje weten hoe het er hier aan toe gaat. Dus kijken jullie eventjes mee? Dan gaan we eerst eventjes de grote deur openen. Kijk. Zo. Zo. En dan kunnen we naar binnen. Als jullie mij volgen, dan kunnen jullie precies zien hoe we bij de kamer, een van de werkkamers van Sint-Nicolaas, komen. Dus kijken jullie eventjes mee. Hey, kom eens mee. Woont een bekende man, die een aardig woordje Spaans praten kan. Hij loopt daar met de mijter, een staf en pieterbaas. De man die ik bedoel, is natuurlijk Sinterklaas. Maar Nederlands is hij nooit verleerd. Hij zegt hier in Holland geen woordje verkeerd. En zou het niet leuk zijn als wij deze man in Spaans gaan begroeten, ik weet dat het kan. Zeg hola Sinterklaas, kom en sta Pieterbaas. Dan zeg je hoe gaat het ermee. Was de reis niet te lang, was je paard niet bang. En hoe was het weer daar op zee. Want hola is hallo, dat zeggen we zo. Si dat is ja, no is nee. Adios is vaarwel, luister goed, leer het snel. Dan roepen we keihard, olé! Het was een hele hoge zee. Ik was misselijk. Als de Sint in Spanje is, moet men hem kunnen verstaan. En een Spanjaard is nog nooit op Nederlandse les gegaan. Dus heeft de Sint iets heel erg slims gedaan. Hij is gelijk op Spaanse les gegaan. Maar Nederlands is hij nooit verleerd. Hij zegt hier in Holland geen woordje verkeerd. En zou het niet leuk zijn als wij deze man in Spaans gaan begroeten? Ik weet dat het kan. Zeg hola Sinterklaas, kom en sta Pieterbaas. Dan zeg je hoe gaat het ermee. Was de reis niet te lang, was je paard niet bang. En hoe was het weer daar op zee. Want hola is hallo, dat zeggen we zo. Si dat is ja, no is nee. Adios is vaarwel, luister goed, leer het snel. Dan roepen we keihard, olé! Buenos dias Sinterklaas, como está Pieterbaas? Hablo español un poco, Pieterbaas loco. Zeg hola Sinterklaas, kom en sta Pieterbaas. Dan zeg je hoe gaat het ermee. Was de reis niet te lang, was je paard niet bang. En hoe was het weer daar op zee. Want hola is hallo, dat zeggen we zo. Si dat is ja, no is nee. Adios is vaarwel, luister goed, leer het snel. Dan roepen we keihard, olé! Adios!